ik heb weer allemaal dozen. En de ene die komt van de Hut Group. En ik kon me niet herinneren dat ik daar iets had besteld. Maar goed, ik heb het heel even opengemaakt. Verder niet heel uitgebreid bekeken. Want ik heb een nieuwe beauty box subscription. Voor de komende 3 maanden. Ik was een heel klein beetje beauty box moe. En ik heb ze allemaal al uit Nederland gehad. En toen kwam iemand, een bezoekster, en die zei: ja, je moet blablabla. Ik weet even de naam niet. Ik zit al de hele tijd te denken: wat is die naam nou? Ik hoop dat het in de doos staat. Die box moet je nemen. Dus ik ben even gaan googlen. En het is een box uit Engeland. En dat is natuurlijk net eventjes weer iets anders. Net even wat leuker. En andere producten als het goed is. Dus ik dacht, ik probeer het 3 maanden. Als ik het leuk vind, laat ik hem doorgaan. En anders heb ik hem 3 maanden gewoon gehad. Bij mijn allereerste doos kreeg ik dus een cadeautje. Die zit in een aparte doos geleverd. En het is een... wat is dit? Een cleansing cream. Ik heb... een cleansing cream van Gatineau. En ik heb een beetje een haat-liefde relatie met de cleansing cream. Want aan de ene kant vind ik het heel erg fijn. Het maakt je huid schoon. Het maakt je huid ook gelijk zacht. Het is een soort crème. Dus hè, is het niet gelijk zo droog. Soms als je je gezicht hebt gewassen, dan voelt het heel strak en droog aan. En dat heb je natuurlijk met dit soort dingen niet. Aan de andere kant vind ik het gewoon een beetje onnatuurlijk om met crème mijn gezicht te wassen. Maar goed, het is een enorme fles. 250 ml. Dus die heb ik cadeau gekregen. Dan heb ik de doos. En we gaan hem gewoon unboxen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben wel weer, zeg maar, weet je, ik heb na 3 jaar, 3,5 jaar, hoe lang duw ik dit al, was ik inderdaad boxmoe. En nu heb ik toch wel weer een nieuwe revive. Dat is wel weer leuk. Ten eerste zit er een L in. En niet de Nederlandse L, maar de Engelse L. En dat vind ik echt extra leuk. Daar ga ik heerlijk van genieten. L vind ik, ja, wat vind ik daarvan? Dat is op zich best een leuk blad. En ja... ik vind het grappig. Ik vind het grappig. Even kijken. Oh, de Look Fantastic Box. Hé, mijn geluk. Het staat op de box. Het staat op de box zelf. Look Fantastic Box. En ik, volgens mij betaal ik iets van 16 of 17 euro per maand. Het is een paar euro meer per maand. Maar op zich vind ik dat niet zo heel... ik krijg hem niet uit de doos. Op zich vind ik dat niet zo heel erg. Want ja, het is weer iets wat anders. En nou, verder is hij leeg. Het is een kerst LF... S Sparkle staat erop. Dus Look Fantastic Sparkle staat erop. En het is een gezellige kerstdoos. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Allereerst staat er is er zo'n boekje. En ik ga ervan uit dat het in het boekje staat wat erin zit. Hoeveel het heeft gekost en hoe en wat. En die ga ik straks dus bekijken. Oeh, het is toch wel weer exciting. Het is exciting. Ik vind het leuk. Nou. Het allereerste wat ik eruit haal is een angled blending brush. En nou ja, daar kunnen we sowieso nooit wat genoeg van krijgen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem een beetje klein vind. Mijn blending brushes zien er zo uit. En dat zijn van die fluffjes. En dit is echt een, ja, iets anders. Ik ga eens even kijken. Nou, daar kan je gewoon mee blenden. Ik vind het prima. Ik wil het even voelen. Ik wil het even voelen, maar het zit natuurlijk weer hermetisch afgesloten, zeg maar, anti-marloes. Want dat... oh, ja, ik sloop hem. Hartstikke leuk. Ik haal hem eruit. En ik ga even voelen. Sowieso voelt... het is allemaal is het plastic, maar dat is niet echt... oh, hij voelt heel zacht. Nou ja, het is natuurlijk de bedoeling dat ik dat blend en niet dat ik mijn cheeks ga blenden. Maar hij voelt fijn. En hij is angled. Ik weet niet zo goed hoe ik daar... overdenk. Voor mij hoeft het niet echt angled te zijn. Ik ga het morgen eens proberen. Kijken hoe prettig het werkt. Wat ik er dan uithaal is van Sebastiaan Volupt Spray. Oh, het is Volupt Spray. En dat, ik denk dat dat mijn haar volumineus maakt. Dat is wel even grappig. Ik weet nooit zo goed hoe dat werkt. Laat ik eens even kijken. Nou, mijn haar is nu niet zo volumineus. Ik ga het gewoon even proberen. Ik denk dat je zeg maar zo'n beetje zo... zo, en dan een beetje zo fluff. Ik heb geen idee. Ik kijk nu even in het schermpje van de... of ik doe zo, ik weet het niet. En dan doen we... oh, kijk nou eens wat een volume. Dat komt gewoon omdat ik mijn haar naar voren duw, hoor. Even kijken. Oh, kijk. Het is wel een beetje volume. Ja, het doet wel wat. Het doet wel wat. Ik weet niet ik weet alleen niet of ik het leuk vind. Zo, aan de andere kant ook nog even zo.
Het is een volume gel spray. Of een spray gel. Mijn hemel, ik weet niet. Mijn loose punkie. Nou, het doet wel wat. Het is ook niet heel erg vaak. Is het, als het zo'n gel spray is, dan wordt het gelijk zo hard. Dat valt wel mee. Ja, nou ja, nu heb ik volume. Dus het werkt. Daar zou je het zeg maar wel, zeg maar, dat is de conclusie. Maar goed, ik weet niet. Leuk. Ik heb volume. Niet volume in mijn lippen, maar Loes volume in mijn haar. Nou goed, hartstikke leuk. Even kijken. Dan ga ik het volgende wat ik eruit haal is een leuke glitterfijl. Nou, dat willen we toch gewoon serieus allemaal. Er staat Look Fantastic op en het is een glitterfijl. Ik zie het nut er vaak niet zo heel erg van in. Ik vraag me af hoe dat veilt. Volgens mij veilt dat helemaal niet fijn. Maar ik ga ervan uit dat het een extraatje is. Wat ik er dan uithaal is een Recovery Balm. Van Monuskin. Monuskin, hartstikke leuk. En het is een every morning and evening after cleansing en toning. Nou, dit is wel erg leuk. De vorige box had ik iets in mijn box. waarvan ik zei dat ik dat boven ging neerleggen en zo. Maar daar zat een hele, hele sterke geur in. Vond ik echt niet fijn om dat 's avonds op mijn gezicht te smeren. Dus die heb ik ook weer weggehaald bij mijn nachtkastje. En ik ga nu even ruiken hoe deze ruikt. Het moet gewoon niet zo overheersend zijn. Nou, deze ruikt gewoon naar crème, maar niet heel erg naar. Dus tweede poging om een tubetje naast mijn bed te leggen. Hartstikke goed. Wat ik er dan uithaal is Mythic Oil. Oh, allemaal dingen voor in mijn haar. Ja. Wauw, voor all hair types. Oh. Oh god. Oh god. Ik heb heel veel van die olieproducten en op een of andere manier gebruik ik het toch echt niet. Even kijken. Het ruikt heel lekker. Ik ga zo een beetje de punten. Nou, ik ben gewoon helemaal klaar om uit te gaan. Zo met al die haarproducten en weet ik veel wat allemaal. Ja, leuk. Het is voor in mijn haar. Geen idee. Nogmaals, ik heb heel veel van die olieproducten en zo. En die blijven eigenlijk gewoon liggen. Ik weet niet of dat komt omdat ik gewoon te veel heb. En dat ik het. Maar ik gebruik het ook niet echt. Oh, mijn haar zit er gewoon opeens. Zeg maar als een soort bob of zo. Ik weet niet. Dan haal ik er nog een flesje uit. En dit heb ik al. Heb ik dit al? Nee, dat heb ik niet. Bloom and Blossom. Volgens mij heb ik dit wel al een keertje gehad. Bloom and Blossom Revitalizing Leg and Foot Spray. Ja, en dat moet je dan gewoon op je voeten sprayen, denk ik. Als je een vermoeide benen hebt. Nou, weet je wat? Ik ga dat gewoon meenemen naar Disneyland Parijs. En dan, want dan zal ik zeker vermoeide benen hebben en voeten en zo. En dan ga ik dat gewoon zo sprayen en dan kijken hoe fijn dat voelt. En hoe revitalizing dat dan werkt. Want dit soort producten, ik weet niet. En dan als laatste een Model Co. Blush, een heel cool doosje, vind ik wel grappig. Cheek powder, Peach Bellini. Ik heb al een hele tijd geen blush meer gehad in de box, dus dat vind ik wel weer grappig. Even openmaken. Ja, leuke verpakking. Ja, daar is hij. Hij is wel heel erg peachy. Ik vind het meer een zomer kleur dan echt een... Hij heeft wel een leuke shiny soort highlighter in. Mooie blush, maar meer een zomerblush, vind ik zelf. Nou, dit was het. Dit was de box. Oh, ik ga even... Nee, dit was nog helemaal... Ja, het was wel de box. Maar ik ga heel even kijken wat alles is en hoe duur en weet ik veel wat allemaal. Nou, daar staat het allemaal gezellige dingen. Oh, de Mythic Oil is van L'Oreal. Oh, dat had ik niet eens gezien. Dat hebben ze dan wel weer goed... Oh, dat staat er ook niet op. Dat het van L'Oreal is. Oké, nou, hartstikke leuk. De Monu Balm zit erin. What's in the box? Het staat natuurlijk allemaal in het Engels. Ik moet het even snel vertalen. Waarom staat er niet hoeveel het heeft gekost? Doen ze daar niet aan in Engeland? Dat kan. Nee, er staat helemaal niet hoeveel het heeft gekost. Even nog even goed kijken hoor. Ik ben wel eens een scanner. Nee. Nou leuk, dus dit was een box met spullen. Dan wordt er verteld hoe je met dit soort mooie haar... En lang haar, wat ik niet heb. Hoe je het beste krullen kan maken. Dan staat er wat je allemaal nog meer kan geven en krijgen met kerst. Dus dat is natuurlijk ook helemaal grappig. Diamonds are of course a girl's best friend. Daar ben ik het helemaal mee eens.
En dat was het. Nou ja, oké. Nou, tot nu toe wel grappig. Er zitten in ieder geval allemaal dingen in en andere merken. Dus dat vind ik heel erg leuk. Die blending brush, die heb ik alweer in mijn bakje gedaan. Die vind ik leuk. De blush vind ik heel erg leuk. Ja, dit op zich, hè, jullie zien het. Mijn haar, ik heb het natuurlijk niet zo heel professioneel gedaan. Als ik het nog een beetje doe, dan gaat het natuurlijk helemaal bol staan. De food spray, ja, ik vind dit altijd een beetje een onzin product. Ik heb zoiets van, ja, oké, ik denk dat als je een uurtje met je benen omhoog zit, dat ook heel erg revitalizing is. Ik heb niet echt het gevoel dat ik daar een spray voor nodig heb. En zo'n olie, ik vind het helemaal geweldig, die olie. Maar ja, in de regel gebruik ik het niet genoeg. Ik heb het er nu ingesmeerd. Het ruikt lekker. Misschien moet ik het gewoon weer eens eventjes een keertje een tijdje gebruiken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Een nieuwe box, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het heet, hoe heet het? Oh, wat ben ik hier erg in. Look Fantastic. Look Fantastic. De Look Fantastic box uit Engeland. Hier zomaar in mijn make-up hoekje. En ja, weer eens iets nieuws. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile for pretty.